Ik kom uit een christelijke gezin en ik ben daar door mijn ouders al opgevoed. En vanaf mijn 12e ben ik andere weg ingegaan. Ik kwam andere vrienden tegen. Je wilt gekend worden bij andere vrienden. Je wilt stoer doen. Ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk een klasgenoot vrienden die blowen, roken, drinken. Ja, dan ga je er mee. En op een gegeven moment, na al die jaren, wordt het alleen maar meer. En mijn ouders zeiden altijd van kom, ga mee naar de kerk. Maar ik wou het op een gegeven moment niet meer. En ik ging met mijn vrienden gewoon meer de straat op. En op een gegeven moment in de straat, ook in de stad, kwam ik op een gegeven moment ook altijd mijn opa tegen. Die was altijd aan het evangeliseren. En had altijd een blij gezicht. Dat was me wel een punt dat ik dacht van waarom ben je altijd zo blij? Weet je, als mensen zo negatief over het geloof zijn of je uitschelden. Maar mijn opa was altijd vrolijk en hij gaf me altijd een bijbeltekst mee. En dat gaf me altijd wel iets van, God is er wel, ook voor mij, maar ik had nog niet echt een, voor mij was het nog steeds dat hij ver weg was. Maar ik geloofde wel dat er een God was, maar ik had nog niet echt dat hij iets mee wou. En door alle drugs en drank, weet je, op een gegeven moment zie je het gewoon niet meer zitten om naar de kerk te gaan. En op een gegeven moment ga je uit en je gaat gewoon avonden uitstappen. En ja, het werd alleen maar steeds erger. En op een gegeven moment was het gewoon drinken niet meer genoeg. En dan wil je op een gegeven moment pillen slikken en dan ga je steeds meer slikken. En op een gegeven moment was het zo ver dat ik op een gegeven moment dacht van weet je, ik ga een keer naar de stad nog op donderdagavond. Ik ga gewoon zitten, gewoon over nadenken van wat het leven nou echt inhoudt. Of het nut heeft om nog te blijven leven. Op dat moment kwam er een jongen naast me zitten en hij was heel blij in zijn gezicht. Ik zie het alsof het nog van gisteren was. Hij was zo blij en hij zei, weet je, mag ik je wat vertellen? Ik zeg, ja, ik zeg, vertel maar. Hij zegt, ken je de Heer Jezus? Ik zeg, ja, die ken ik. Maar hij zegt, ken je hem persoonlijk? Ik zeg, nee, dat niet. En toen ging hij vertellen wat Jezus echt persoonlijk voor mij gedaan heeft. En toen begon ik echt wel een beetje na te denken. En toen ging ik voor hem bidden en toen veranderde iets in mijn hart. Ik voelde iets van vreugde, van blijdschap. Het was echt een iets van kleins. Het voelde echt in mijn hart van wow, dit is iets bijzonders. En toen zei hij van, hij zegt, ga achter Jezus aan. Ga hem zoeken. En toen dacht ik van ja, misschien is dat wel de bedoeling om dat te gaan doen. Toen ging ik gewoon slikte ik op een gegeven moment 12 ecstasypillen naar binnen. En op een gegeven moment dacht ik van weet je, dat hoeft niet meer. En toen kreeg ik op een gegeven moment, zag ik een beeld. Dat ik op een gegeven moment zag ik mezelf naar de gasfornuis lopen. En ik zag het gas opendraaien en op een gegeven moment was het laatste moment dat ik het vuurtje aanstak en ik zag me letterlijk zelf uit de flat blazen, zo naar beneden. En op het moment dat ik op de grond viel, toen stond ik dus voor die gasfornuis, maar nog niet aangestoken. Toen dacht ik, wow, dit is echt niet goed. Dus ging ik terug op de bank zitten en toen schreeuwde ik het uit. Ik zeg, Heer, als je echt bestaat, ik zeg, kom dan nu in mijn leven. En toen kwam hij echt, het kwam zo, als een waterval kwam in me helemaal doorstromen en hij begon te spreken tot me echt van vreugde en blijdschap en echt met liefde woorden. Ik dacht van wow, dit is echt heel bijzonder. En op dat moment dacht ik van ja, ik ga gewoon vaker bidden. Ik ga gewoon vragen, nou hier, wilt u me helpen? Toen zei ik tegen mijn vader en pa, ik zeg ik ga weer met je mee naar de kerk. En toen ging ik naar de kerk, naar de Ichters. En toen kwam ik daar binnen en toen zei die voorganger, op een gegeven moment was er ook een doopdienst geweest. En toen dacht ik van, nou, want ik hoorde op een gegeven moment ook van, ja, weet je, je kan je last neerleggen bij de Heer Jezus. En je laat dopen, zodat hij je helemaal vernieuwt. Ik zeg, nou, dat wil ik ook heel graag. Nou, toen heb ik dus op 29 maart 2009 heb ik me laten dopen. En toen dacht ik echt van, wow, dit is echt vet. En toen tijdens de dienst kwam er een jongen naar voren. En die zei van, nou, ze komen ook op vrijdagavond. Dus toen op die vrijdag kwam ik voor het eerst hier bij de Ichters in de kerk en zag ik zoiets van 18, 20 jongeren zitten. En die waren net begonnen met Jeruzalem. Dus ik helemaal achterin zitten, gewoon op afstand kijken. Van nou, wat doen ze allemaal? En ik vond het elke vrijdag vond ik echt heel bijzonder om daar te zijn. Want je werd gewoon echt opgebouwd en versterkt. En op een gegeven moment toen ging ik weer naar mijn werk. Maar op een gegeven moment door veel werk en zo, toen kreeg ik dus een burn-out. En toen ben ik weer naar huis gegaan. En toen ben ik naar mijn moeder toe gegaan. Ik zeg, ma, ik voel me niet goed. En toen zeg van, hier heb je een pilletje, daar word je weer rustig van. En toen nam ik hem. Toen, een of andere manier, kreeg ik er een opvlamming van een spigose. En met die spigose ben ik naar een goede vriendin toe me gegaan tijdens het wandelen. Ik wist niet meer wat ik moest doen. En toen mocht ik bij haar naar binnen. Ik zeg, bel alsjeblieft de ambulance. Ik zeg, ik moet echt naar het ziekenhuis. En ze zegt, het komt wel goed. En ga maar zitten. Ik zeg, ik voel me erg benauwd. Ik zeg, kan ik niet anders bij jou op het balkon even ademhappen? Want ik zeg, ik voel me echt niet goed. Dus ik ging naar het balkon toe. Ja, en toen zag ik eenmaal, keek ik naar beneden. En ik zag mezelf, pakte hem op de reling.
En ik sprong gewoon van 9 meter naar beneden. Ja, toen lag ik denk ik op de grond. Het was in één keer helemaal zwart voor mijn ogen. En het enige wat ik nog wist, op dat moment dat ik op de grond lag en ik kon alleen mijn vingers nog bewegen. En toen hoorde ik een hoop geschreeuw boven, ja, hij is gesprongen. En toen ben ik met spoed naar het ziekenhuis in AMC gebracht en tijdens de rit voelde ik mijn adem steeds minder worden. Steeds minder van, nou weet je, ik kon het niet meer. Ik kon eigenlijk niet eens meer ademen eigenlijk, voor mijn gevoel. En ik dacht van, weet je, als dit het einde is, weet je, vind ik het prima. Dan doe ik dat gewoon. En ik deed gewoon mijn ogen dicht van, ik kan niet meer, weet je. Ik deed mijn ogen dicht en op dat moment kreeg ik echt een stoot in mijn zij. En ik werd toen meteen weer wakker. Ik zeg, waarom sla je me? Hij zegt, ik sla jou niet. Ik zeg, oké, ik zeg, wie is dat dan? En toen sprak echt God tot mij. Hij zegt, blijf wakker. En toen ging ik met hem in communicatie van, oké, maar wat is dit dan? Waarom? Want ik leg er zo bij. Hij zegt, blijf wakker. Ik denk, oké. Dus op een gegeven moment naar het ziekenhuis kwam ik in zo'n tunnel. Nou, gingen ze me onderzoeken. Ja, het enige wat ik hoorde kreeg van, ja, hij is verlamd. Je kan niks meer. En toen dacht ik van, nou, oké, leuk. De hele nacht op een gegeven moment op 5 hoog gezeten, intensive care. En op een gegeven moment, ik kon verder helemaal niks. En het enige wat ik dacht van, nou, Heere God, als u echt een plan met mijn leven hebt, en laat me alsjeblieft hier weggaan. En toen sprak de Heere God echt tot me van, oké, ik stap nu maar uit bed. Dus ik stapte gelijk ook helemaal uit bed. Nou, echt, die mensen daar verklaarden me helemaal voor gek. Van, hoe is het mogelijk? Nou, goed, op papieren stond echt gewoon dat het niet kon. En ik zeg, nou, de Heere God heeft me echt genezen. En nou, die mensen begonnen echt te twijfelen van, ja, dat kan niet en dit en dat. Ik zei, nou, het is echt zo. En dus hun belden gelijk de volgende dag de ambulance van, ja, stuur hem maar gelijk naar GGZ, want die goos is gestoord. Dus toen moest ik naar GGZ, in een gesloten inrichting. Ja, want ze dachten, ja, je bent gek, je bent gesprongen. En dan ga je denk ik vertellen dat Jezus je genezen hebt. En ik zeg, nou goed. Dus toen kwam ik daar in de GGZ, gesloten inrichting. Nou, de volgende dag, ik dacht echt van, nou, is dit nou het leven met de Heere God? Zo van, is dit nou wat ik voor ogen zie? Maar op die dag kwam gelijk ook Jeruzalem. Ze hadden een gitaar mee en een Bijbel. En we gingen de Heere groot maken. Nou, echt, mijn hart begon echt van vreugde en van blijdschap. Terwijl ik dus in een situatie zat wat gewoon niet leuk was. En toch voelde ik me heel erg blij. En elke dag kwam er wel iemand van de gemeente. En die kwam met Bijbelteksten en met liederen. Ik werd gewoon elke dag bemoedigd en versterkt in het geloof. Dat was echt fantastisch. En op een gegeven moment brak ook mijn hart gewoon, want mijn hele jeugd heb ik gewoon echt een verhard hart gehad. En de Heere God heeft me echt een levende hart gegeven. En toen begon de Heere God me daar ook te gebruiken. Ja, echt een machtige tijd gehad. En na 3 maanden op een gegeven moment zei die psychiater, die zei op een gegeven moment, ja, wat doe je hier eigenlijk? Want ik weet dat je gesprongen was en ik weet dat je genezen bent. En nou ben je hier 3 maanden en we zien naar je dat het gewoon heel goed gaat. En de zorgen vanuit de gemeente is echt echt fantastisch geweest. Elke dag kwamen ze wel en me bemoedigen en versterken op het moment dat ik het heel zwaar had. En sindsdien heb ik de kerk zien opgroeien en ook mezelf in geloof zien versterken. En ook mijn relatie met de Heere God is gewoon zo sterk geworden, zo krachtig, dat ik echt geen dag meer zonder kan. En nu mogen we met het hele gezin genieten elke dag samen met de Heer Jezus. Ja, door het leven gaan. En, door die alle moeite en door alle pijn en alle gebeurtenissen ben ik de gemeente altijd dankbaar geweest dat ze er voor me zijn geweest. En ik ben heel erg dankbaar dat ik op deze plek hier in Zaandam geplaatst ben met ons hele gezin. En dat we ook hierin mensen mogen bemoedigen en mogen versterken in geloof. En ik wil jullie daar ook in bemoedigen van, weet je, als je ook die problemen hebt of ervaart, weet je, kom naar de kerk en laat voor je bidden. En zoek de Heer Jezus, want Hij is de enige in deze wereld die je daar kan van verlossen en die jou daar kan van redden. En ik ben de Heer zo ontzettend dankbaar en ook al mijn broers en zusters, weet je, je kan je verhaal bij hen kwijt. En ze willen je altijd te woord staan en ze willen altijd jou helpen voor waar het nodig is. Ja, dus bij deze, dus kom, weet je, en laat je niet tegenhouden.